We krijgen hier een prachtig mooi trainingscomplex, omdat we vanaf volgend seizoen ook overgaan op gras in het stadion. Het is natuurlijk van belang dat jij goede trainingsvelden hebt en dit is de eerste. Nou, jullie zijn nu voor het eerst op het nieuwe veld. Hoe bevalt het? Het bevalt heel goed, denk ik. We gaan straks even met de spelers praten wat ze ervan hebben gevonden. En wat houdt een hybride veld precies in? Dat er een procent of 8 kunstgras onder zit, zeg maar. Die met name ook de wortel vasthoudt en waar de wortel omheen gaat groeien. En dat is voor de stevigheid. En denkt u dat er veel verschil zal zijn op dit veld en het veld in het stadion? Nee, die velden die worden exact hetzelfde. Oké, allebei hybride velden? Allebei hybride, ja.